Vandaag wordt de op één na laatste stap gezet in de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. In de Kamer wordt er gestemd over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement, in de Senaat over de splitsing van de kieskring. Hierna worden de rollen omgekeerd. Ten laatste op 21 juli zou de splitsing een feit moeten zijn. Om de splitsing nog voor het zomerreces door het parlement te loodsen, vinden de debatten over BHV parallel plaats in Kamer en Senaat. De Senaat heeft zich de voorbije dagen gebogen over de splitsing van de kieskring. En vanavond zal die normaal gezien goedgekeurd worden door de regeringspartijen en de Groenen. De Kamer heeft de voorbije dagen dan weer gedebatteerd over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Ook hier vindt vanavond de stemming plaats. Daarna worden de rollen omgekeerd. Het gerechtelijk arrondissement verhuist naar de Senaat, de kieskring naar de Kamer. Ten laatste op 21 juli zou de lang verwachte splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde een feit moeten zijn.